ijskasten zien? Ja, zeker mag dat. Kun je zien wat ik eigenlijk verteer heb. Dat is niet veel. Dat is eigenlijk dit, ja, deze is eigenlijk leeg. Dat heb ik schoongemaakt. Dat is eigenlijk helemaal leeg. Ja, joh. Maar goed, met alle kleine dingen ben ik gewoon heel erg blij. Al heb ik een beetje eieren. Ik heb een beetje rijst. Of soms wat aardappeltjes. Ja, God zorgt goed voor mij, dat weet ik zeker. En daar bid ik ook voor. Maar ik raak het wel van emotioneel. Dat ik in zo'n positie terecht ben gekomen. Sorry. Ik heb echt niks gehad. Ik heb zo mijn best gedaan in mijn leven. Voor mensen. Ja, sorry. Jos was 25 jaar lang gewaardeerd brigadier bij de Amsterdamse politie. En dat bleef niet alleen bij verkeersboetes uitschrijven. Noem het op en ik heb het meegemaakt. Brand in een woning, drenkelingen. Mensen die dood waren gevonden in huis, daar ging je dan naartoe. Mensen die vragen je hulp. Ja, achteraf zeg ik wel eens tegen de mensen. Nou, dat stond niet in het foldertje hoor, als je bij de politie ging werken. Dat je al die dingen moest doen. Van de ene op de andere dag ging het mis. Jos herkende plots zijn collega's niet meer, werd agressief op het werk en belandde in een zware depressie. Ik durfde zelfs mijn post niet te openen. En dat is natuurlijk heel kwalijk, omdat natuurlijk rekeningen zich opstapelen. Jos moest rondkomen van zo'n 7 euro per dag. En in de maanden daarna viel hij zo'n 10 kilo af, omdat er amper eten in huis was. Vriendin zei dat je leek wel een uitgeknepen citroen. Zo slecht zag je eruit. Ik heb aan God gevraagd, van heer, zou je niet een engel kunnen sturen die mij wat gaat geven? En die engel kwam. Uitverzorging. Jeetje. Zo, Kom verder, hè. Maureen kwam net op tijd met boodschappen vol met eten. Sindsdien komt ze geregeld langs bij Jos. Oh, dit had ik nodig. Ja? Ja. Oh, moet eens kijken. Dit moet meteen in de vriezer, hè? Ja. Kijk dan wat ik krijg. Dat gooi je me niks meer. I'm happy with you. Jos en Maureen zijn inmiddels vrienden geworden. En Jos kan er voorlopig weer even tegenaan. Samen met andere vrijwilligers van Stichting Caribic helpt Maureen honderden Jossen in Amsterdam. Sinds de corona-uitbraak is de vraag om hulp enorm gestegen. Alleen al op de wachtlijst staan inmiddels 650 mensen. En ook ongedocumenteerden kunnen terecht bij Caribic. Overigens kan Stichting Caribic ook uw hulp gebruiken. Er is heel veel onzichtbare armoede. Ik denk dat men niet eens beseft hoe ernstig het eigenlijk is. Dus er zijn nog honderden Jossen die op ons zitten te wachten. Dus we hebben alle hulp nodig. Kijk op 22 oktober live naar de uitreiking op AT5 om te zien of Stichting Caribic de Omarmprijs wint.